Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar de Talkshow Hashtag 107. Dus knal het intro muziek er maar in, oftewel gewoon de intro en let's go! Yes mensen, het is vandaag tijd voor de Talkshow Hashtag 107. Het is donderdagavond, 2:30. Op 26 maart. We zitten al 10 dagen allemaal thuis en stil. Of ja, ik weet niet wat je allemaal noemt bent. Maar ja, het is al 10 dagen. Echt al best wel lang. En ja, je moet nog tot 6 maart. Dus dat is nog 4 dagen. Is 30. 31 maart is nog 5 dagen. En dan nog 6 dagen. Dus dat is in totaal nog 11 dagen. Tot en met 6 april. Maar kijk, alle grote evenementen zijn afgelast tot 1 juni. En het kan ook best zijn dat de horeca waar ik in werk ook afgelast wordt of niet doorgaat tot 1 juni. We zitten nog even een tijdje thuis. Ik ben benieuwd hoe het met jullie gaat. Bij mij gaat het in ieder geval goed. Mijn kapsel dat is fresh. Ja. Ik heb er niks in gedaan. Het zit gewoon goed. Bij mij gaat het goed. Alleen jammer dat het einde seizoen is. We staan wel bovenaan met Jonge Kracht. Dus dat is dan wel echt alleen maar bonus. Het enige wat ik doe is de hond uitlaten, gamen, FIFA, GTA, Fortnite, Apex Legends. Ja, dat is het enige wat ik doe. Laat even weten in de comments wat jullie doen, want het is en blijven natuurlijk zware tijden. Ja, het blijven natuurlijk zware tijden en we moeten elkaar gewoon een beetje helpen en zo. Ik heb eigenlijk niet heel veel meer te vertellen. Ik dacht van, ik neem gewoon even een video op om te kijken hoe het met mij gaat. Bij mij gaat het goed. En Elst, voor zover ik weet, heeft nog niemand corona. Dus het gaat prima, het gaat goed. Ja. Ik hoop dat jullie allemaal ook geen corona hebben. Dat het met jullie ook allemaal goed gaat in deze tijd. Want ja. Het is nou eenmaal moeilijk. Ik heb ook ziek veel respect voor de mensen in de vitale beroepen. Zoals ziekenhuizen, politieagent, alles. Even tussen ons. Mijn moeder werkt zelf ook in het ziekenhuis. In Nijmegen. Maar die heeft zichzelf op de flexlijst gezet. Dus die werkt alleen wanneer het echt moet. Dus die is ook thuis. Mijn vader kan thuis werken, want die werkt bij de gemeente. Ik kan niet werken, want ja, dat mag niet. En ja, zo blijft het gewoon echt zwaar. Het blijft gewoon zwaar. Ik kijk veel Netflix. Ik kijk, ik doe nou net alsof ik corona heb, maar dat heb ik niet eens. Ik bedoel, ik kijk veel Netflix. Ik kijk veel YouTube. Ik game veel. Ja, misschien moet ik maar weer eens een nieuwe serie starten op mijn kanaal. Ik weet niet welke serie. Ik ben natuurlijk met reageren op begonnen afgelopen woensdag. Misschien hebben jullie nog een leuke serie. Laat het even weten in de comments. Misschien een FIFA serie of zo. Dan worden er wel bij mij in livestreams FIFA series. Omdat dat leuk is. Misschien. Weer een keer een vlog. Ja, dat is ook wel moeilijk. Hè? Omdat je coronatijd hebt. En je mag nergens heen. In de bussen moet je ook al achterin instappen. In plaats van voorin. Dat is tegen de bescherming van de buschauffeur. En ja, voor de rest heb je eigenlijk gewoon minder contact met opa en oma en opa inderdaad. Ik ging eerst elke maandag langs opa, maar dat kan nou niet meer. Ja, dat kan nou wel, maar uit risico doen we dat maar niet. Want kijk, jezelf verkeert wel in goede gezondheid. Hun ook, maar hun zijn natuurlijk wel net iets kwetsbaarder voor corona dan dat jij bent natuurlijk. Dat klopt, oudere mensen zijn kwetsbaarder dan jongere mensen. Dat is nou eenmaal zo. Wil je nou op de hoogte blijven van de coronatijd en zo. En heel veel grappige filmpjes zien over corona. Volg me dan even op Instagram. Teunerwijt. Oftewel Teunerwijt Grieks IT. Want daar doe ik echt heel veel memes op plaatsen. Heel veel filmpjes op plaatsen. Echt heel veel onzin eigenlijk. Maar vooral grappige dingen. Wil je dat nou zien? Volg me dan zeker op Instagram. Teunerwijt. Oftewel Teunerwijt Grieks IT. Ik zal hem zo zeker in de beschrijving linken. En dan was dit het alweer
voor deze video. Ik was gewoon even een kort video opnemen om te kijken hoe het bij mij gaat, om te kijken hoe het jullie gaat. Eigenlijk gewoon een typische talkshow gewoon weer, weet je wel. Even 1-op-1 met jullie allemaal achter jullie schermpje. Dan heb ik eigenlijk maar één ding te zeggen. Ik wilde 100 abonnees halen voor 31 maart. Het gaat super lukken, want ja, jullie zitten thuis, dus het is gratis. Dus abonneer even, want ja, je zit thuis, het is gratis. Je hebt verder toch niks te doen. Het enige wat je moet doen is, of het enige wat je kan doen, moet niet, maar kan en mag, is mijn video's kijken en zo. Of andere video's kijken, maar kijk gewoon mijn video's, dat is leuk joh. En doe blijf me ook leuk om te abonneren als je geabonneerd bent. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. En daarvoor komen wij altijd naar voren. Kijk maar naar de outro en houdoe. Ik had inderdaad net al de outro gedaan. Maar ik bedacht me nog een paar dingen. Die ik echt moet zeggen als YouTuber zijnde. Houd 1,5 meter afstand. Zorg goed voor elkaar. Houd sociale contacten, dus FaceTime met je open oma of zo, want je mag er niet langs, want dat is gewoon te gevaarlijk. Of, houd inderdaad 1,5 meter afstand, zorg goed voor elkaar. Geen wc-papier hamsteren, want ik weet niet wat het is met wc-papier. Ik kan wel 10 tips of 7 tips gaan geven om niet, hoe zeg je dat? Tegen verveling. 1. Bouw een dominobaan. 2. Bouw. Ja, je kan dominobaan. Kijk, daar ben je echt al lang mee bezig. Al bouw je met dvd's of zonder, je bent er echt al lang mee bezig. Je kan ook Netflix films gaan kijken. Je kan in huis voetballen. Zou ik niet doen. Heb je al dominobaan, Netflix films, een huis voetballen. Die derde zou ik zeker niet gaan doen, want dat is onveilig. Trickshots, dat is nummer 4. Je kan echt van alles en nog wat doen. Tegen verveling. En het kan waarschijnlijk ook nog, zoals ik al zei, tot 1 juni duren. Het duurt echt heel lang. Maar ja, doe je verder niks tegen. Ik kan alleen zeggen, wees voorzichtig. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Zorg goed voor elkaar. FaceTime inderdaad voor sociale contacten, zoals ik al heb gezegd. En ik zit even te denken of ik nog meer tips kan verzinnen. Dominobaan, Netflix. De derde moet je niet doen binnen voetballen. Trickshots. Gamen is nummer 5. Als je een YouTube kanaal hebt, ga dan vooral livestreamen ofzo. Want ben je ook altijd mee bezig, ook tegen verveling, dus nummer 6. YouTube filmpjes kijken, met name mijn kanaal is nummer 7. Ja. Sjoelen. Want ja, we hadden hier een sjoelbaan staan. Ik heb ook al 2 keer gesjoeld deze vakantie is nummer 7. Domenebaan, Netflix films, binnen voetballen zou ik hier doen. Trickshots. Livestreamen, YouTube films kijken en shooten. Heb ik al 7. En je hond uitlaten is natuurlijk nummer 8. Moet ook gebeuren, mocht je een hond hebben trouwens. En ik denk dat we daar al aardig ver zijn. Aardig ver mee zijn met die tips. Mocht je een huis hebben, koken is nummer 9. Of mocht je iets met koken willen doen, pannenkoekenbak of zo ben je ook bezig. En ja, ga vooral veel bellen met vrienden. Dat is, of met je vriendin als je vriendin hebt. Dat is nummer 10. En zo heb ik 10 tips om je niet te vervelen. Nummer 1. Dominobaan, Netflix, voetballen zou ik niet willen doen. Trickshots, livestreamen, YouTube films kijken. Sjoelen, hond uitlaten, koken en pannenkoekenbak of zo. En de laatste was vooral veel bellen met vrienden. En dan heb ik eigenlijk nog maar 1 ding te zeggen, mensen. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Houd afstand. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Zorg goed voor elkaar. FaceTime vooral. Met je open oma en zo. Mocht ze een telefoon hebben dan. En ja. Zorg inderdaad goed voor elkaar. Ik heb zeer veel respect voor mensen in de vitale beroepen, zoals ziekenhuis of zo.
Dat heb ik eerder deze video ook al verteld. En ik nog mee, ik zeg, ik wil 100 abonnees halen voor het einde van maart. Het gaat zeker lukken, want jullie hebben niks te doen deze tijd. En abonneren is gratis. Dan is te doen deze tijd genoeg te doen, want ik heb jullie net tips gegeven. Maar abonneren is gratis, doe dat zeker, maar is het goed. En hebben voor het einde van maart 100 abonnees, dat hoop ik zo. En ik heb maar één ding te zeggen. Promoot mij gewoon. Even een klein zelfpromotetje. Volg op Instagram, TunderWeijerGrieksIT voor corona memes en heel veel andere leuke dingen. Want ik doe er ook livestreams op, polls en zo. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Nu wel echt. Kijk maar naar de outro en houdoe.